Potsap YouTube, ik ben je boy Vincent van Vincent Videography en het is hoog tijd dat ik jullie even voorstel aan deze mooie kleine prinses. Dit is mijn dochtertje Rachel. Nou, jullie wisten natuurlijk dat ze eraan kwam, ik had het aangekondigd. De eerste vakantie hebben we deze zomer gedaan en hebben we besloten dat we die vakantie even voor ons als familie hielden. En vandaag gaan we lekker een weekendje weg. Het is een koude novemberdag. Ze is vrolijk en verdrietig. Oh, ga je toch even lachen? Zeg maar hoi tegen iedereen die kijkt. Zeg maar hallo. Hallo. Ja. Nou, we zijn nu dus bezig met de auto inpakken. En dan gaan we zo op pad en dan zien jullie ons zo weer. What's up YouTube? Ik ben Boy Vincent van Vincent Videography en zoals jullie net al konden zien, ik werd wakker gemaakt door lieve kleine Rachel, want we moesten boodschapjes doen en ze wil graag de Pieter Bungalow vinden, want Sinterklaas is natuurlijk in het land en dat is leuk en spannend. Dus we gaan maar eens even kijken of we de Pieter Bungalow kunnen vinden. Kom met ons mee! Nou, zoals jullie kunnen zien hebben we dus het Pieterhuis gevonden. Rachel wist niet helemaal wat ze ervan moest vinden, maar ja, dat is logisch. Ze is over 4 dagen 6 maandjes oud, dus... Maar het is nog steeds gewoon leuk natuurlijk. We zijn nu op Landal de Vers, uitgezocht door Daniek. Een hartstikke mooi park zoals jullie al kunnen zien. Moderne huisjes. Heel erg groot zoals jullie dadelijk wel in de roomtour gaan zien, want... Het wordt nu niet alleen roomtour met Daantje, maar ook roomtour met Rachel natuurlijk. En voor de rest gaan we gewoon even kijken wat er voor leuke dingen in de buurt zijn en nemen jullie mee op stap.
Nou, zoals jullie nu dus hebben kunnen zien, we zijn bij de Maasduinen beland. Helaas geen droneshots, want het waait net te hard om met een drone de lucht in te gaan. Dus onder andere dus op die mooie lange brug, daar had ik echt hele leuke ideeën. Ja, dat is het nadeel met buiten schieten. Het kan altijd misgaan. We gaan zo weer even lekker terug naar het park, want kleine Rachel is moe. Moet ze daar ook weer even een flesje. Nou, dan gaan we nog even een paar andere leuke dingetjes doen. Onder andere het zwembad, wat ik al zei. En dan misschien in het huisje nog wat leuks filmen. We gaan even kijken hoe ver we komen. Zo, dan is het nu tijd dat we jullie even ons mooie huisje laten zien. We hebben hier een gang. Dat is wel ruim. Als je dan meteen naar links gaat, hebben we de slaapkamer. Met een mooi bedje voor een kleine Rachel. Ja, dat is jouw bedje. Ja. Dan hebben we hier een badkamer. Even het lichtje aan. Zo. Een douche en een toilet. En dan bij in de spiegel. Hè? Nou, dan gaan we terug. Dan gaan we hier naar de woonkamer. Extra box neergezet voor Rachel. De keuken met mama. En dan hebben we hier de achterdeur en een tuintje. Nou, wat ons meteen opviel is dat voor een tweepersoonshuisje is het best wel ruim. Zeker met die grote gang. Beetje loze ruimte, maar nog steeds ruim. Het park zelf is gewoon erg leuk. Het is modern gemaakt. Het enige wat je wel moet weten is als je met kinderen gaat die wat ouder zijn, is dit niet aan te raden. Ze hebben geen plaza, het zwembad is vrij klein. Er zijn wel wat activiteiten. Maar als je echt een uitgebreid pakket voor kinderen wilt, dan zijn de grotere parken misschien wat meer en een betere keuze. Buiten dat geloof ik dat jij het wel leuk hebt gehad hier. Ja. Ha ha ha!